In de doos zitten eigenlijk de... Al eerder hebben we laten zien wat er in de eerste drie basisdecks van de Pokémon Trading Card Game Sword and Shield zaten. Inmiddels is de eerste set uitbreidingen uitgebracht en gaan wij kijken wat er in de teamdeck zit van de Rebel Clash. En wij gaan nu de Zacian teamdeck unboxen. En hier zie je al meteen vooraan Zacian zitten. Laten we hem snel gaan uitpakken en kijken welke kaarten er in deze teamdeck zitten. Een overzicht van wat er zo speciaal is aan deze teamdeck, wat natuurlijk wel erg makkelijk is om te weten van tevoren. Waarbij het vooral gaat om de snelheid van metaal, zo te zien. En dat je spaart om in één keer iemand KO te krijgen. Met 150 damage moet dat op zich wel lukken. En natuurlijk, onder het mom verzamelen ze allemaal het overzicht met alle kaarten die je kunt sparen en waarop je kunt aanvinken welke je wel al hebt. De damage coins, altijd makkelijk. Niet iedereen gebruikt ze. Sommige mensen die onthouden het ook gewoon of schrijven het op. Ik vind ze altijd wel fijn om te werken met damage coins, zodat je weet hoeveel leven je nog hebt. De spelregels. Altijd makkelijk, goed doorlezen. De regels zijn niet moeilijk, maar je moet ze wel even weten. Hier word je stap voor stap door alle regels geleid. Wat natuurlijk wel heel, heel praktisch is, met plaatjes. En misschien dat je wel even iemand nodig hebt die goed Engels spreekt, zodat je ook alle unieke termen er makkelijk uit kan vissen. Maar het spel spelen is minstens zo leuk als als de kaarten verzamelen. Dus lees ze en speel hem. Dan heb je natuurlijk ook de speelmat. Daar ben ik altijd heel handig met uitvouwen. Hoppakee. Met Zacian als mooie artprint. En de prize cards die je hier al klaar kunt leggen voor je tegenstander, zodat hij ziet wat hij kan winnen. Je bench, je actieve Pokémon, je deck en je aflegstapel. Nosepass, Hawlucha, Great Ball, Trainer Ben komt nog een keer voorbij. Hey, de Pokékit. Nog een Meowth. Hop. De Metal Saucer. Nog meer energie. Trainer Sonia. Waarbij je mag zoeken naar twee Pokémon in je deck. En energiekaarten om op je hand te nemen. Dat kan je toch net iedere keer het voordeel geven in een strijd. Calarian Meowth nog een keer. Energie. Probopass. Je ziet dat je steeds de basis en de evoluties in een deck krijgt. Wat natuurlijk wel praktisch is. Terwijl je hier eigenlijk maar van drie Pokémon de basis en de evolutie krijgt. Je Tranquil en Invested nog een keer. De trainer krijgt Switch. En tot slot eindigen we met Bidoof. Nou, dat zijn de kaarten die in deze deck zitten. Maar zoals je gewend bent, zijn er natuurlijk ook een heleboel booster packs verkrijgbaar van deze serie. En zo heeft Pokémon Trading Card Game Sword and Shield Rebel Clash ook flink wat booster packs. En zoals je gewend bent, zitten er in iedere pack 10 verschillende kaarten. Soms heb je geluk, soms heb je pech. Eens kijken hoe het met ons geluk is gesteld vandaag. We beginnen met Binnacle. Waarbij je twee muntjes mag flippen. En voor iedere keer dat je kop gooit, doet het maar liefst 50 damage. Maar goed, je hebt dan wel 3 energiekaarten nodig voordat je mag activeren.
De Galarian Dramunka. Darumaka, sorry. De Galarian Darumaka. Met een Ice Punch van 30. Waarbij je ook weer een coin mag flippen. Een Vulpix. Met in één keer toch weer een hele andere art erop dan de cartoonachtige Darumaka en een Binnacle. Milcery. Met een tackle van 20 en een leven van 50. Nou ja, het is schattig. Met voordeel is wel dat je hier 10 damage kan healen. De Galarian Farfetch'd. Kijk, dit soort dingetjes die maken zo'n booster pack natuurlijk wel extra leuk om een booster pack te kopen die ook echt bij deze set hoort. Omdat je dan ook gewoon de lokale Pokémon hebt die toch net anders ogen dan de standaard Pokémon. Nog een zakje in. En een complete shiny nog wel. Dat is een mooie vondst. In de booster pack een Pheasant en een energiekaart. En hier hebben we Karkol. Een vechttype Pokémon. Beware. Waarbij je flink wat energie moet hebben voor je hem kunt inschakelen. Maar wel met een flinke levensbalk. En een trainerkaart. Skyla. Nou ja, op zich dus een nette opbrengst. Waarbij vooral onze shiny Zacian een beetje de hoofdprijs was van deze booster pack. En zo zie je, iedere pack heeft weer andere krachten. Niet echt een thema, buiten het feit dan dat ze de Galarian Pokémon bevatten. Als je geluk hebt. Ja, altijd leuke verrassingen. Dus dit waren mijn nieuwe Pokémon die ik aan mijn verzameling kan toevoegen. En kan inzetten om mijn eigen decks te bouwen.